Gelukzoekers! Hi en welkom bij Debunked, waar we beweringen die je wel eens hoort ontkrachten. De asielcrisis, hoe zat het ook alweer? We hebben allemaal de dramatische beelden uit Ter Apel gezien, waar mensen door een tekort aan opvangplekken buiten moesten slapen in het gras. De huidige crisis maakt natuurlijk hartstikke veel los. En je ziet dat sommige mensen willen dat het veel strenger wordt en andere mensen die willen juist meer ruimte voor vluchtelingen. En helaas levert dat ook veel onzinbeweringen op. En daar ga ik het met jullie vandaag over hebben. Er vragen veel te veel mensen asiel aan in Nederland. Dat kunnen we niet aan. De oplossing voor de asielcrisis is dus dat we de instroom moeten inperken. Ja, de instroom. Daar gaat het heel erg veel over. Eigenlijk is er met de instroom helemaal niet zoveel bijzonders aan de hand. En de afgelopen jaren zijn we eigenlijk heel slecht omgegaan met de capaciteit in de, zoals dat dan heet, asielketen. Dus iedere keer als er meer mensen waren, dan gingen we nieuwe locaties neerzetten en nieuwe mensen aannemen. En als er weer minder mensen waren, dan werden al die mensen weer ontslagen en gingen die locaties weer weg. Zo'n harmonica-model, dat continue op- en afschalen, dat werkt natuurlijk niet. Want locaties en mensen die daar werken, die heb je niet zomaar weer terug. En voor gemeenten is het ook niet te doen om steeds weer overvallen te worden. Laten we dus vooral niet doen of het ligt aan het aantal mensen dat hierheen komt. Laten we het vooral gewoon goed organiseren. En laten we met elkaar zorgen dat de beelden zoals we die van de zomer zagen, niet meer terugkomen. Asielzoekers komen alleen maar rotzooi trappen in ons land. Van alle mensen die naar Nederland komen, is er een heel klein groepje van ongeveer 3% dat zorgt voor overlast. Als er wel sprake is van overlast, dan moeten we daar natuurlijk wat aan doen. Niet alleen omdat het heel vervelend is voor mensen die te maken krijgen met asielzoekers in hun stad of dorp, die er een puinhoop van maken. Maar met name ook voor andere asielzoekers die met hen in het AZC zitten. Ik doe even, hè. Je zal maar in een AZC zitten en er zit zo'n rotzak die gewoon iedere avond de weinige spullen die je nog hebt, ook nog even meeneemt. Ik bedoel, dat is echt natuurlijk. Ik heb ook medewerkers van het COA gesproken die gewoon bijna in tranen waren. Omdat ze echt zoiets hadden van, ja, dit is gewoon, sommige lui zijn gewoon echt zakken, zeg maar. Maar laten we vooral niet vergeten dat verreweg de meeste mensen die hier komen op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Alle nieuwe woningen gaan naar asielzoekers en Nederlanders hebben het nakijken. Sommige partijen in de Kamer spiegelen het voor of dat alle woningen naar statushouders gaan. Een beetje om mensen tegen elkaar uit te spelen. Maar eigenlijk is dat zonde, want we kunnen best oplossingen vinden waarbij iedereen gebaat is. Op dit moment gaat ongeveer 5% van de sociale huurwoningen die gaat naar statushouders. Dus dat zijn mensen die een vergunning hebben gekregen om in Nederland te mogen blijven, dus echte vluchtelingen. De komende tijd zal dat percentage waarschijnlijk een beetje naar boven gaan, omdat we heel veel mensen in de asielzoekerscentra hebben zitten. Maar tegelijkertijd gaan we heel erg veel investeren in woningen die er heel snel kunnen komen, van die flexwoningen. En een deel van die woningen die gaat naar statushouders, ongeveer 1/3. Maar 2/3 van die woningen gaat naar andere woningzoekenden. Dus andere mensen die al heel lang op een woning wachten. Het klopt dus niet dat alle nieuwe woningen naar statushouders gaan. Okay. Gelukzoekers! En als je het dus op de schaal van de hele wereld bekijkt, en dan vangt Nederland eigenlijk maar heel erg weinig mensen op. Er zijn op dit moment ongeveer 89 miljoen mensen over de hele wereld die op de vlucht zijn. Heel veel van die mensen blijven in hun eigen land, dik 50 miljoen. En 83% van de mensen wordt in die fameuze regio opgevangen, waar het zo vaak over gaat. Dus dat zijn eigenlijk mensen die vaak in de buurt van hun eigen land blijven. Vaak worden opgevangen in landen waar het ook niet zo heel erg goed gaat. En maar een heel klein deel daarvan komt uiteindelijk naar Europa of naar Nederland. En van de mensen die uiteindelijk naar Nederland komen, om dat ook een beetje in perspectief te zetten. Stel nou dat er 30.000 mensen asiel zouden aanvragen. Die blijven dus ook niet allemaal in Nederland, maar die moeten wel eerst opgevangen worden. Dan moet een stad ter grootte van Beverwijk ongeveer 72 mensen opvangen. Dat zou te doen moeten zijn. Asielzoekers zijn allemaal werkloos. Daar heeft onze maatschappij niks aan. Ja, dit is een beetje een gekke, want eigenlijk klopt deze. Heel veel asielzoekers zijn ook werkeloos, omdat ze de kans niet krijgen om te werken. En dat zit zo. Asielzoekers mogen, terwijl ze in het asielzoekerscentrum zitten, maar een heel klein beetje werken. Vaak pas na een half jaar en dan ook nog eens heel erg weinig. En dat zorgt ervoor dat ze niet aan het werk kunnen. En dat is eigenlijk heel erg jammer. Want we weten dat als mensen heel lang moeten wachten in een asielzoekerscentrum, dan wordt het ook later lastig voor ze om een baan te vinden, de taal te leren en hun plek te vinden in de maatschappij. En daarvoor heb ik recent een plan ingediend om eigenlijk precies dat te doen. Te zorgen dat asielzoekers al heel vroeg aan het werk kunnen. Daar hebben we allemaal wat aan.
hebben allemaal de beelden uit Ter Apel gezien. De vreselijke beelden van mensen die buiten sliepen. Niet het Nederland wat ik voorsta. En daarom moesten we op zoek naar oplossingen. Wat D66 daarin belangrijk vond, was dat er oplossingen kwamen. Niet alleen voor nu, voor Ter Apel, maar ook voor de lange termijn. Daartegenover staan ook een aantal maatregelen die wij heel pijnlijk vonden, maar die we nodig hadden om met andere partijen deze afspraken te maken. Dus ik ga me de komende tijd ook heel erg voor inzetten dat juist al die opvangplekken en die woningen er gaan komen. Omdat iedere opvangplek ervoor gaat zorgen dat we sneller kunnen stoppen met deze maatregel. En extra huizen ervoor gaan zorgen dat mensen sneller kunnen komen. Want als je een huis hebt, mag je gezin gewoon komen. Goed. Ik merk dat het debat over asiel en migratie vaak heel erg verhard is. En dat is eigenlijk heel jammer, want we hebben echte oplossingen nodig. In de podcast spreek ik met mensen die werken op het gebied van asiel en migratie, of die daar op een andere manier heel erg veel van weten. En juist in zo'n podcast heb je net wat meer ruimte voor nuance en een echt goed gesprek en nieuwe inzichten. Luister hem vooral op Spotify. Ja, hoe kunnen we het debat over asiel en migratie weer wat menselijker en vooral ook feitelijker maken? Laat je reactie weten in de comments. Tot de volgende keer.